Onder het thema Bosikonde Kosabi Ambedayu, Saramakans voor Maron, weet wie je bent, hebben de jongeren van politieke partij ABOP gisteren een discussieavond georganiseerd. Hiermee wilden ze zich samen met een deel van het hoofdbestuur het publiek buigen over verschillende vraagstukken, met name Marons in de politiek, de transmigratie van de binnenlandbewoners in de jaren 60 en jongerenparticipatie in de politiek. Stefanus Ligori, voorzitter van het jongerenbestuur, heeft in zijn toespraak ook de nadruk gelegd op het effect van sociale media. Hij riep de aanwezigen op goed gebruik te maken daarvan. Je moet weten wie je bent als mens, voordat je weet of wil weten waar je naartoe gaat. En tegenwoordig hebben we zoveel afleidingen, technologie, het is goed, social media, maar laten we het ook goed blijven gebruiken. Laten we social media aangrijpen gebruiken om ervoor te zorgen dat we dichter bij elkaar komen in Kibuskone. Laten we social media gebruiken om uit te putten, om ons dichter bij elkaar te brengen en om onze waarden, onze normen dat we hebben, die we hebben als binnenlandbewoners, om dat te verkopen aan de wereld. Laten we social media niet aangrijpen om te gebruiken voor alle negativiteit en zodat weer een vinger naar ons gewezen wordt dat loko dat ben een blakke mambaka. Nee. Laten we vandaag die ommekeer maken om te zeggen, vanaf vandaag we gebruiken social media, boom. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk zei dat de huidige regering onder leiding van president Desi Bouterse geen duurzame ontwikkeling heeft gebracht voor het binnenland. Brunswijk somde een aantal zaken op die zijn partij meteen zal aanpakken indien ze aan de macht komt. Modern onderwijs, optimale gezondheidszorg, 1x24 uur. En duurzame stroom, versterken van de positie van de vrouw en van de jongeren, ontsluiting van het binnenland, vervolgonderwijs en goede opvang voor jongeren in Paramaribo, beurzen in het buitenland, orde, veiligheid, grondrechten, erkenning en ondersteuning van de traditionele gezag, sportontwikkeling, niet een voetbalveld hier en daar, maar duurzame productie en ondernemerschap. Deze zaken moeten op een minimale niveau komen. Dit zijn de speerpunten van ABOP voor de ontwikkeling van het binnenland. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk gisteren tijdens de discussieavond van de partij. De activiteit was in het buurtgebouw Ubeko, te Pontbuiten.